Een hele goede morgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Stef Egberts en ik ben al een beetje aan het werk geweest, een beetje aan knooien overal. En het is nu bijna 9:30 en om 9:30 moet ik bij de dokter zijn bloed prikken. Omdat mijn waters te hoog waren vorige keer, dat is 4 weken geleden inmiddels. Tering, hoe gaat het uitzien? Dus dat moet ik nu even doen en daarna gaan we even aan het werk met de zonnepaneeltjes. Dus Renske gaat zo meteen Kiki ophalen. Dus dan is Kiki vanmiddag ook weer lekker thuis, gezellig. Maar ik ben eerst benieuwd of we de dokter gaan. Dus daar ben ik nu. Wij zitten in de auto en ik heb Kiki met jou weer opgehaald. En ondertussen ook eventjes paspoort aangevraagd. Dus dat hebben we ook allemaal gedaan. Dus wij zijn nu onderweg naar huis. Gaan we de hondjes zo knuffelen? Ja! Heb je Chico zo gemist? Ja, dat snap ik wel. Maar in Zwolle is een heel gedeelte afgesloten hier zo bij het gemeentehuis. Dus we moeten omrijden. We rijden nu eventjes om en dan rijden we lekker naar huis. Gaan we de hondjes uitlaten, hè? Bah. Nou, gekkie. Ik ga even rijden. En inmiddels ben ik al de hele tijd thuis. Ik ben nog even lekker bezig op de computer geweest, administratie gedaan, dus hartstikke druk geweest. En wie is er weer? Kiki Mia is er weer. Wat een gezelligheid. Ja, waar ga je heen? Wat ga je doen? Dus, maar dan denk je dat Kiki er weer is. Maar ja, Jimmy is er ook weer. En de kleine meid. Angelina! Hoi! Hey! Rens is even lekker aan het koken. Die heeft net 105 aardappels geschild. Oh nee, toch niet. Wat heb je gedaan buiten? Wat heb je gedaan buiten? De schuur opgelaten. Wat? De schuur opgelaten. Nee! Jij bent een boef. Ik kan het niet zelf doen. Maar wat moest jij in de schuur? Nee. Hey, boefje. Dat is mijn draak vandaag. Dus wij gaan zo even lekker eten. En we gaan James over prikken. Moet je? James. Moet ik hem al knippen? Wat is er? Kun je het erin krijgen? Ja hoor. Dat is wel. Ik ben altijd wel blij als James er is hoor. Oh, toch wel? Ja, ze. Ze gaan. Ga jij een fijne rondje lopen in je broek? Ja, dat hebben we nog in één keer aan gehad. Ja. James ruimt altijd netjes op. Ze maakt het een beetje schoon. Hier wel. Dit doet hij ook net omdat ik het niet doe ofzo. Omdat Jamie er is. Alleen ze heeft een allemachtig grote mond vandaag. Niet normaal. En laatst ook al. Maar ik moet er nog terugpakken. Dus, maar ik ben nog steeds aan het bedenken wat. Niets overtreft mij. Nee, daar kom jij achter. Kun je het erin krijgen? Je zei toch, ja, ik krijg het erin? Ja, wacht. Komt helemaal. Nu helemaal. Beetje passen. Ik weet het, ik kop ervoor om het nu niet te laten passen. James, het past gewoon niet. Kijk eens, Stef. Kijk haar even smeren dan. Ja, nou, maak het toch ook weer schoon. Maar kijk eens. Pas op, pas op. Maak het toch ook weer schoon. Ja.
Kastje. Ik kreeg al eergisteren of zo commentaar op de vlog dat blikjes had weggegooid. Ja, je kunt toch ook geen blikjes weggooien? Is dat mijn statiegeld, schat? Ja. Kan echt niet. Geef ze maar aan mij, arme ziel. Kom ik elke week met mijn tas die statiegeld blikjes ophalen. Oké, okay, wij gooien de statiegeld blikjes weg. Ik heb een kleine berekening een keer op los gegooid. Je gebruikt water om ze blikjes schoon te maken, want als ik ze ga bewaren, moet ik ze wel eerst schoonmaken. En dan heb je warm water nodig. Alle dus kost je ook gas en kost je tijd. Want als jij 20 blikken hebt, ben je zeker 10 minuten er zeker mee druk mee. Je moet naar de Appiehei, moet je ook nog rijden. Ik ga niet op de fiets. Ik moet daar een kwartier staan die blikken in te leveren. Waarschijnlijk versmeer ik mezelf eronder, kan kleren weggooien. En met dus... jouw ULO niet te vergeten, hè? Ja, dat ken je uit. Nee, dus kan ik beter aan het werk zijn, blikjes weggooien, klaar. Dus wij gooien de blikjes weg, statiegeld is voor de Rova. Dus dat over de statiegeld. Maar Jane, jij bewaart de blikjes wel? Ja, ik wel. Ja, ik ben heel erg moeilijk aan het maken. Ik denk aan het milieu. Is dat daarom? Of is vanwege je korting? Voor mijn korting. Nou, ik haal gewoon zo'n tientje aan statiegeld elke week op. Nou, dan ben ik te zuinig voor om weg te gooien. Dat ja, dat is nog. Ja, dan kun je dat als voordeelbon pakken, hè? Vooral voordeel. Nou, dan voordeel kan ik een lekkere zak chips vaststaan. Ik en chocola. Ik heb nog lekkere chips in Duitsland gehaald. Dat is ook goedkoper. Dus je kunt ja, beter naar Duitsland. Ja, ik heb chocolaatjes. En de kwark gaat er dadelijk ook aan. En de, hoe heet die witte dingen? Ravello's. Ja. Jamie is lekker aan het bunkeren ook vandaag. Lekker man. En die tips die gaat er ook nog wel aan. Lotus zingen ook wel lekker uit. En ik heb lekker popcorn gekocht. Popcorn karamel. Heerlijk. Oh, bij Lidl. Lekker man. Maar die kwam is zo lekker. Deze. Weet je wat pas lekker is? Dit is echt jeugdsentiment. Hé, dat witte flesje daar in de deur. Die is pas lekker. Nee. Die is niet meer lekker. Die is waarschijnlijk al over de datum. Oh nee, nog niet. Deze. Die. Wat? Ja. Oh, die is wel fijn. En toch gewoon telkens nieuw halen. Ja, ik heb ze toch wel op zijn kop gegeven, knuppel. Had hij onder de weg gehaald, alles dubbele frietsaus. Ik zeg kneus, dan sta je toch gewoon in de dingen. Maar jij bewaart ze ook gewoon, zie ik. Ik niet. Oh, dat jij dus net. Net zoals al die bakken knoflook. Die zijn ook niet meer goed, denk ik. Nee, die blijven heel kort goed. Dus wij gaan even lekker bakje drinken en... ik weet nog niet wat de planning is. Jamie laat ze vallen. 5! Gaat Rens? Doe nou, vertel. Even terugspoelen, nog een keer. Waarom moet ik nou vertellen? Ik weet het nou niet eens meer. Jij zou niet bedenken... Oh ja, de vraag was... Over die bubble tea. Nou, ja. Ik zou niet bedenken om naar zo'n winkel te gaan van die pot. Ja, nee, die kop ook die je net trok. Die poppetjes en met al die teksten waar je gewoon helemaal haalt. Dat soort mensen die daar staan. Ik heb niks op dat soort mensen dat ik dit niet dat ik bedoel dat ik racist ben. Maar ik zou niet bedenken om naar zo'n winkel te gaan. Dat trekt me niet. Het is allemaal... Al die lampen en al die kleurtjes. Nou, nee, sorry. En dan zou ik al helemaal niet bedenken om iets te bestellen wat ik niet eens weet wat het is. Want dat doe ik al niet eens bij de... Hoe heet dat? Die monster sushi. Daar bedenk ik ook al niet om dat soort dingen te bestellen. Dan denk ik, nou vind ik zonde van mijn geld. Dus ik zou het ook gewoon denk ik nooit gaan proberen. Oké. Okay. Tenzij iemand voor me ophaalt of zo. Wow. Ja. Ze was even een uitleg aan het geven. Maar dankjewel, Rens. Fijn, hè? Die twee, die maken gewoon ruzie om de plek op de bank. Dus dat is niet normaal. Is mijn plekje. Jouw plekje? Ik was alleen even popcorn pakken en toen was mijn plekje weg. Popcorn pakken? Dus ga ik gewoon strak tegen de aan liggen. Lekker man. Oh. We zijn gewoon even een potje aan het pesten. Eén ding scheelt, ze is me de hele avond al aan het pesten. Dus nu gaan we deze keer echt pesten. Met lekker chippies. Zo goed gelukt. Wat was schat? Renske deed een poging, maar... Mislukt. Verdorie. Dus lekker wat drinken erbij, chippies erbij. Heerlijk. Tijd! Er is iemand heel blij. Die heeft zo'n beetje de hele stapel gepakt.
En wie is als eerste uit? Maar. Ik niet. Ik moest in één keer kater wisselen. Proficiat. Dat komt door die 10 wasmachine. Wil je nou niet zo doen dat het daardoor komt? Ik kan ook gewoon zeggen, god, heb je goed gespeeld. Goed gedaan, Renske. Ja. Proficiat. Noem me juist schudden en beginnen. Ik heb er is al geschud, net. Heb ik echt oprecht net gedaan. Had ik beter niet. Zit je nou eens stom te lachen? Je hoeft niet in te zoomen op mijn hoofd. Nee? Niet nodig. Nee. Leuk voor de tunnel. Ja. De tunnel. Tunnel. Nog steeds tunnel. De tunnel. Tunnel. Tunnel, toch? Ja. Ja. Zoek tijd voor een nieuw shit. Die me gaat hard op. Oh, die kaart. Ieder rondje nieuw schaaltje, toch? Let's go. 4, 5, 6. Wat zei ik net? Handje vol. 6? Krijg de pes. Hoe vinden jullie het gaan? Doe maar zeg. Nou. Lekker man. Jullie pesten mij gewoon. Ja, kom door die wasmachine. Heb je zelf gedaan? Natuurlijk, doe maar. Jamie gooit de joker op, nee. Omdat ik de laatste kaart had. Luister, nee. Ik zeg tegen Jamie, je moet er wat anders van maken. Nou, dat heb ze wel gedaan. Want jij hebt mijn oude kaarten. Nu mag jij kiezen. Ja, nu mag ik kiezen, ja. En toen moest Rens de 5 pakken. En ik had nog niet genoeg. Oké, en dit spelletje was eigen vriendschap. Jullie zien mij niet meer in de vlog. Ik ben het verband. Hij wacht maar even. Ik moet eventjes wachten, maar... Dit wordt hem. Ze gaan hem missen, hoor. Wat maak je ervan? Hattes. Wattes? En hattes. Heel liefde. Schoppes. Nou. Hmm. Nou. Oh, kut! Ik ben? Ja, jij bent. Tering, kreeg die hele pot. Oh. Oké, leg de kamer weg. We gaan even gas geven. Ja, draait je pot om. Ja, en jij gooit 10 wasmachine op. Dus ik had een klein mazzeltje. Kijk, wat Jamie op mijn stapeltje. Ja. En ik gooi de acetone om. Dus ik draai de pot ervan. Dat jij van je stapel af was. Hoe dan? Door die 10. Dus moet jij je kaarten aan hem geven. En jij gooit nog een keer de 10 dat ik die kaarten krijg. Fijne vriendschap, Renske. Ja, als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Nou, volgens mij kon je heel wat anders. Nee. Doe maar. Anders kon hij toch? Er zit toch geen goede kaart bij? Laatste kaart. Waarom gewoon? Ik was toch? Ik ben wat aas draait pot om. En wie is er nu dan? Nu is Stef weer. Je bent buiten spel gezet. Doe maar. Ben ik wel gewend in mijn leven. Nu ben je. Oh, toch wel. Maar je hebt de laatste kaart. Als je goed nadenkt, weet je wat het is. Ja, dat weet ik niet meer met aas, draait de pot om, wat een kutkaart. Nou? Ruiters. Nee. Dat is echt beroerd. Lekker. Oh. Oh nee, dat mag niet. Wie is er nu dan? Jij. Oh. Je mag alleen maar ruit opleggen op een boer, toch? Ja. Oeh, zie je gaan. Eertje. Nog een keertje. Eertje. Nog een keertje. Laatste kaart. Graag niet. Rustig maar. Eertje. Nog een keertje. Ik ben uit! Ze is blij. Man. Jullie die mij de hele tijd zitten te pesten, want ik heb altijd iedere keer de meeste paard. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik pest helemaal niet. Schudden. Doe maar weer. 7, 8, 9, 10, 11, Jamie. Lekker man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ben jij denk ik liever dat je voor mij deelt. Ja, wees niet bang. Anders had ik het wel voor je gedaan, hè? Gaat ie weer, hoor. Had ze. Laatste kaart. Schoppen 3. Dit is niet.
Oké, ik was snel met de camera, we moeten nog even. Nee, dit wordt echt niet wat. Haast draaien. Knuppel, ze zit met twee kaarten in de handen. Oh. Dit is een goed spelletje, Esther. Oh nee. Godver, ik had ook gewoon gejoken. Godver. Helemaal kut. Doe maar. Hij is zo blij dat hij gewonnen heeft. Ja, wat moet je doen als je gewonnen hebt, schatje? Even schudden en even uitdelen, hè? Je doet het nou wel heel netjes, want normaal gesproken doe je dit niet zo. Normaal vliegen de kaarten alle kanten. Dit valt wel op, zo. Het zijn nieuwe kaarten, zijn perfect. Ja, hè? Doe maar, zie je het gaan in die handjes. Hij kan ermee schudden. Hij kan ermee schudden, hoor. Zie je, normaal floepen ze alle kanten op. En weet je wat hij dan doet? Dan knikken hij ze over tafel heen, schudden ze door elkaar erheen en dan pakt hij ze weer bij op. 3, 2, 6, 24. Ik ren ze niet. Ach, wat? Ja. Ja. Even stiekem kijken wat hij heeft. Ja, het verandert niet veel, denk ik. Weet je niet. Maar als hij dat heeft. Nee, maar hij kan geen. Nee, want hij mag geen. Ja, als hij schoppers hebt. Ja. Ja. Ik weet niet wat hij schoppers heeft. Nee, ja. Heb je schoppen? Ja, het is vooral dat niks wat je opgooit, want ik gooi dat toch op. Ja, maar dat heeft toch helemaal geen zin? Hoor ze samen zweren dan, die twee? Als jij moet wachten. Echt erg. Ja, dan is het schoppers. En dat gewoon, vindt hij uit. Gewoon met z'n tweeën tegen maar mij, hè? Maar gooi je wel op. Of niet op, dan blijft het ook schoppers. Nee. Oh, ja, moet jij dan opgooien? Dat bedoel je? Ja. Oh. Hmm. Ik kon toch ook wezen dat je er wat anders van kon maken? Dat weet ik toch niet? Dat zeg ik toch, dat weet ik niet. Dus ook gewoon 2-1 volgens mij dit. Nou, ik heb nog steeds de laatste kaart. Ja, dus ik dacht, gaat ze nu echt een keuze maken dat ze de 2 in handen had? Hmm. Dit is een geruk. Ik heb gewoon alweer gewonnen. Toen maar alweer. Alweer een winnaar. Altijd een gouden puzzel doen. Dan mag je weer. Hey, schat. Dat Jamie iedereen zou inmaken. Dat is niet waar. Jawel. Ik maak Stef. Je af. Stef, heb de je. Dat is geen meervoud. Okay. Jij trekt ook altijd alles persoonlijk aan. Oké. En wie heeft hier 3 keer gewonnen? Ik. Zie je? 2 keer gewonnen. Persoonlijkheid. Ik. 0 keer gewonnen. Fijn. Maar weet je wat scheelt? Aardappelen moet je schillen. Dat is schillen. En dat is scheelt. Dat is gewoon een leuk spel. Je wil ook wel winnen of verliezen. Maar je bent gelukkig in het spel of gelukkig in de liefde. Oh ja. Wat ben jij dan? Niet in het spel. En jij dan? Ik ben het alle twee. Hmm. Huichelen. Hoezo? Huichelaar. Toe maar, bed uit. Oké, ik ga dit bakje nog even opeten en dan... Je schuif even naar binnen dan, schat. Toe maar. Oh, je tanden, klets. Kan toch niet met zo'n grote rand? Toe maar. Jim die gooit achterin strot. Ik ken je gooien. Oh, Chico. Man. Chico. Lekker, man. Zo, we gaan nog even verder. Oké, Jim die is weg. Rens is de hond aan het uitlaten. Ik ga de vlog in elkaar zetten. Althans, nog even dit stuk gaan monteren. En dan ben ik klaar. Dus ik ga lekker naar bed. Hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik zeg like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.